Maatjes Gezocht is een initiatief van het Oranje Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Vandaag in Maatjes Gezocht is Jonathan niet zomaar een maatje. Voor mij is Jonathan een beetje mijn vijfde kind, zeg maar. Ja, ik voel haar echt zoals mijn moeder, ja. En is Patrick de vrolijke noot. En hoe belangrijk is dat muziekmaatje? Heel belangrijk. Iedereen wil wel een maatje hebben. In ieder mens schuilt een maatje. Door zoiets simpels als boodschappen te doen voor je gehandicapte buurvrouw of een vluchteling helpen met taalles kun je al een heel groot verschil maken. Ik ga langs bij mensen die wel een maatje kunnen gebruiken, in de hoop dat jij hetzelfde zal doen. Dit is Maatjes Gezocht. Vandaag ga ik langs bij Patrick. Patrick heeft autisme en woont daarom in een woongroep. Hij is gek op muziek maken. Hallo. Goedemiddag. Hi, ik ben Frans. Marielle. Hi Marielle. Hoi Frans. Patrick. Hi Patrick. Nou, wat gezellig dat ik langs mag komen. Patrick heeft nog 7 medebewoners en zijn begeleiders moeten daarom hun aandacht verdelen. Reden voor Patrick om een maatje te zoeken. Wat doe je hier allemaal? Klussen. Dat is mijn klusschuur. Is dat die hele schuur? Is dat jouw klusschuur? Wauw. En wat maak je allemaal dan? Hout, alles nog wat. Alles van hout? Ja. En wat doe je nog verder met behalve het klussen hier? Koffie zetten voor... Ook belangrijk. De leidings. Oh echt? Jij moet gewoon aan het werk voor de leiding hier zo? Oh, ja. Dus die leiding die heeft hier maar gewoon een beetje een luizenleventje. Uh-huh. Ja. Ik hoor het al. Jammer nog wel. Dat moet echt eigenlijk andersom zijn. Ja. Ja. Speel je een instrument? Ja, een grote trom. Je doet een grote trom? Ja. En die heb je ook hier? Ja. Heb je een muziekkamer? In bovenop zolder buiger 3. Oh, echt waar? Zou ik die eens mogen zien? Ja? Ja. Nou, kom maar, gaan we die kant op. Kan niet wachten. Gek op muziek. Dus dit is jouw drumstel? Ja. Nou, ga zitten. Leg maar eens even een beetje uit, Patrick. Wat is hier allemaal, wat staat hier allemaal? Drumstel, hele pen. Dit is een bas. Ja. Nee, dit is een bas. Oké. Okay. Ja, kun je een stukje drummen? Kun je dat laten horen? Nou, dat ritme zit wel goed, toch? Hey, heb je nog meer instrumenten in huis? De piano. Zal ik jou eens 1 melodietje leren? Die is heel simpel. Ja? Vader Jacob heet die. Dat kan ik denk ik wel. Ja? Nou, gaan we die eens proberen. Kom maar. Zoals je merkt is muziek erg belangrijk voor Patrick. Hij zoekt dan ook een maatje die op regelmatige basis muziek met hem wil maken. En weer terug. High five. Hey, klinkt toch goed? Ja. En hoe belangrijk is dat muziekmaatje? Heel belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Dat ik muziek altijd ga maken. En ben liever niet alleen op boven. En liever samen met iemand te doen. Niet alleen Patrick houdt van muziek maken. Ook zijn medebewoners zijn erg muzikaal. Iedereen wil wel een maatje hebben. Iedereen. Mark, Jean-Paul, dat soort iedereen wil een maatje. Woon je in de buurt van Harderwijk en lijkt je het leuk om 1 of 2 keer in de week muziekles te komen geven? Geef jezelf dan op www.maatjesgezocht.nl. En wie weet zitten jullie heel snel aan deze piano. En goed man, dankjewel. Ze weten veel haters. Ik was altijd een beetje bang. Ja. Ik ga langs bij de 22-jarige Jonathan. 1,5 jaar geleden is hij in zijn eentje naar Nederland gevlucht. Inmiddels woont hij in dit AZC in Arnhem. Hallo. Hi. Hoi, ik ben Frans. Hi Jonathan. Hi Jonathan. Kom je nu? Ja, dankjewel. Wat gezellig dat we hier mogen zijn, man. Dankjewel. Goed. Hey, dus dit is jouw huis? Ja, ik woon hier al 9 maanden, zoiets, ja. Oké. Okay. En waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Venezuela. Uit Venezuela? Ja. En waarom ben jij weggegaan uit Venezuela? Wel, het was een slecht moment voor mij in Venezuela. Ik en mijn familie, we hebben geweld gekregen van criminele banden. Criminelen. Ja. Ik moest naar andere plek vluchten. Ja, mis je Venezuela niet?
Ja, een beetje, maar ik denk de tijd die hier in Nederland woon. Ja. Ik heb meer dingen geleerd dan mijn hele leven in Venezuela. Want in Venezuela, ik was niet mezelf, weet je wel. Ik heb over mijn seksualiteit ook. Ik was niet open, nooit. Dus, ja, maar daar kon je niet open over zijn? Of? Nee, normaal in Venezuela, het is niet zoals hier. Ja. Niet officieel dat je homo kan zijn. En dat kon je in Venezuela gewoon niet uiten? Ja. En hier kan dat wel? Ja. Ja. Dus dat is voor jou een hele openbaring? Ja. Toch? Dat is toch fijn? Ja. Ja, ik kan hier mijn leven normaal maken zonder geweld of anders. Want was dat in Venezuela heel erg? Geweld en zo op straat? Of? Ja, voor mij het was een beetje, want in de plekje waar ik woonde, ze werden veel homo-haters. Ze probeerden met mij een beetje ruzie te maken. En ik was altijd een beetje bang. Ja. En je ouders, hoe reageerden die daarop? Ja, het is heel moeilijk. mijn familie zegt, het accepteert mij niet. Ja. Maar als ik accepteer mezelf, weet je wel, nu ik ben oké. Nou ben je oké. Uiteindelijk heb jij wel iemand in de buurt gekregen, dat noemen wij een maatje. Ja, ik heb een goede mevrouw leren gekend. Zij is Marleen. Ja, ik denk, zij is heel bijzonder voor mij, echt. Ja. Dus Marleen is je maatje? Ja, dat klopt. Nou, ik wil haar eigenlijk wel ontmoeten. Ja. Ik ben er klaar voor. Omdat Jonathan al op 20-jarige leeftijd op eigen benen moest staan in een vreemd land, kon hij een maatje goed gebruiken. Marleen staat graag voor andere mensen klaar en met haar achtergrond als studieadviseur bleek zij voor Jonathan het perfecte maatje. Wij spreken af en toe af om even bij te praten. Dan gaan we meestal even ergens een biertje drinken en even bij te praten. Jonathan is druk, hè? Die heeft de studie opgepakt en is aan het werken. Nou, ik ben van beroep en ik studiekeuzecoach, dus daarin kan ik ook wel mee en meedenken van goh, is het nou handig om te doen of... misschien iets anders, of hoe pak je dat aan? Maar je helpt hem dus ook een beetje met zijn keuzes maken voor de toekomst? Ja, dus daar hebben we het ook over. Hè? Van, in hoeverre kun je studeren hier in Nederland? Of is dat wel mogelijk, is dat niet mogelijk? Wat voor programma's zijn er? Maar niet alleen voor zijn studieplannen kan Jonathan bij Marleen terecht. Ze praten echt over van alles. Ze voelen zich dan ook veel meer dan maatjes. Nou, voor mij is Jonathan een beetje mijn vijfde kind, zeg maar. Okay. En andersom, Jonathan? Ja, ik voel haar echt zoals mijn moeder, ja. Ja, als een moeder? Ja, maar niet, weet je wel, een moeder die niet altijd schreeuwt. Nee, dat veel advies heeft naar mij. Ja, en ja, ik ben dankzij voor dat. Ja. Dank je wel. Ja. Ja, mooi. Mooi is het. Prachtig om te zien hoe sterk de band kan zijn die maatjes met elkaar kunnen opbouwen. Wil jij ook iemand helpen die wel een maatje kan gebruiken? Meld je dan aan op maatjesgezocht.nl. Maatjesgezocht is een initiatief van het Oranje Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.